Steeds vaker lees ik mailtjes van mensen die een actie plannen voor een goed doel. Nou, daar is op zich natuurlijk niks mis mee, nee. Maar ik verdenk die mensen ervan dat ze het goede doel gebruiken om hun eigen snoepreisjes te bekostigen. Dat is wel een enorme beschuldiging die je daar maakt. Maar ik denk dat je gelijk kan hebben, zeker als je hoort Amsterdamse studenten gaan naar Afrika voor een goed doel. Alsof die studenten ooit op eigen houtje met gespaard geld naar Afrika kunnen. Dus die plakken er inderdaad gewoon een doel aan. Wel, heel slim. Heel slim. Of deze, met de trekker naar Zuid-Afrika. Even een goed doel erbij verzinnen, sponsor erbij en vroom vroom door de Sahara, hup naar het zuiden. Ja, en wat te denken van 4500 kilometer waterfietsen. Er zijn dus mensen die dat willen. Die halen ook weer zo'n goed doel erbij. En sponsors, hup, en dan gaan ze gewoon op kosten van de sponsor lekker 4500 kilometer over het water heen. Heel slim. Ja. Ik zou ook wel zo'n snoepreisje willen maken. Ik ben toch een echte man. Ik zou eens in een echte Ferrari willen rijden. Maar ja, dat kost 99 euro per uur. En dan heb ik het net niet voor over. Dus ik verzon de actie. Ferrari rijden voor Rwanda. Ah, mooi doel. Ik wil graag in een Ferrari rijden. En dat is voor de kindertjes in Rwanda. Ja. Dus het geld wat ik overhoud, dat geef ik dan allemaal aan Afrika. Ja. Kunt u mij misschien doneren? Ja hoor. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, ik vind het wel een goed idee. Ik ben bezig met een actie. Ferrari rijden voor Rwanda. En ik wilde vragen of jullie mij willen sponsoren. Dat is voor de kindertjes in Rwanda. Nee, die gaan Ferrari rijden. Ik ga in een Ferrari rijden. Oh, jij? En of jullie me daarvoor willen sponsoren. En het rest van het geld gaat naar de kinderen van Rwanda. Kijk, hartstikke mooi. Ik zou die voor briefjes geschikt maken. Ja, er zitten al briefjes in hoor. Ja, je krijgt ze erin. Okay. Heel erg fijne dag. Ja, succes. En bedankt dat u mij wil helpen. Ik bedoel de kindertjes in Rwanda. Volgens mij is het niet jou, hoor. Nee, ik ga erin rijden. U? Ja. Wat geeft u het recht om erin te rijden? Wat zegt u? Wat geeft u het recht om erin te rijden? Ja, die huur ik gewoon. Oh, huur die ja, gewoon? En ik haal heel veel geld op. Heel veel. En al het geld wat over is, dat gaat naar de kindjes in Rwanda. Nou ja, wie gaat er nou in een Ferrari rijden voor Rwanda? Ja, dat is toch een goede actie? Het is een goede actie, man. Ik word er vrolijk van en de kindjes in Rwanda. Wat die voor was? Ja, prachtig. Ja. Hartstikke bedankt. Over anderhalf uur moet ik al bij mijn Ferrari zijn. En het schiet er niet heel erg op. Ik heb al wel wat muntjes. Maar daarom ga ik even naar de plaatselijke ondernemers toe. Want ja, zij gunnen mij natuurlijk die Ferrari wel. Die kindertjes in Rwanda. Fris tijd. Helemaal geweldig. Hoe gaan we dat erin krijgen? Ja, dat gaat wel in hoor. Ergens. Het is echt ongelooflijk. Maar ik kreeg van die gasten net gewoon 100 euro. En nu ga ik echt stoppen, want ik begin me nu echt heel slecht te voelen. Jij bent de man van de Ferrari? 99 euro was het, hè? Nou, eens even kijken. 98. 99. Top. Er zit allemaal nog voor Rwanda. Oké, dankjewel. Nog zo'n 60 euro af. En dat allemaal voor die arme kindjes in Rwanda. Oh, ik denk dat jij heel veel mensen op een hele slechte idee hebt gebracht hiermee. Dat is wel vet hoor. Ja, dat zie ik. En ik ben een eerlijk mens. Ik heb geld over. Dat gaat ook daadwerkelijk naar die arme kindjes van Rwanda. Ja. Ben je klaar om het bedrag te maken? Ja, kom maar door. Dames en heren, 60 euro en 81 cent voor de arme kindjes in Rwanda. Het is min 90 voor die Ferrari huren. Ja. Oh, lul, de volgende actie wordt een jacuzzi voor Jeben. Oh, ik ga ook iets verzinnen.